Daar zijn we dan met een nieuwe NEC-update. Ook als er een interland break is, is er natuurlijk altijd wel wat te melden rondom NEC. Er werd niet getraind door de spelers, de selectie is vrij. Er zijn ook veel eventjes een paar dagen lekker op vakantie. Dus daar is het heel erg rustig. Maar er was deze week wel nieuws. Onder andere over de contracten die opgezegd worden. En zondag is de bijzondere eredivisie hier. Daar gaan we het zo meteen even over hebben met Job Wepping, die daar wat meer over kan vertellen. Maar dan was er vandaag nieuws. Er kwam een foto voorbij. Ik kreeg een foto in de app. Maurice, wat is dit? Een foto van Di Mata en Marquez achter een bureau met twee NEC-shirtjes ervoor en de zakenwaarnemers erachter. Zouden ze dan verlengd hebben? Nou ja, Di Mata is gehuurd, dus die kan niet verlengen. Die kun je wel weer opnieuw natuurlijk gaan huren. Maar dat wordt meestal pas bekendgemaakt echt aan het einde of soms aan het begin van het nieuwe seizoen. Maar die Ivan Marquez, die moet volgende week laten weten wat hij nu eigenlijk wil. Heel raar, heeft hij toch zo'n shirtje daar liggen? Zou die dan bijtekenen? Nou, wij horen niks vanuit de NEC. Het zou ook een beetje raar zijn als de zakenwaarnemer zoiets posten, niet NEC zelf. Ik denk dat ze verlengd hebben met hun zakenwaarnemer. Dat ze daar gewoon een contract allebei verlengd hebben. Ze zitten bij hetzelfde bureau. Dat ze dat verlengd hebben en dat het nog niks met NEC te maken heeft. Ja, dan ging het deze week natuurlijk over de aflopende contracten bij NEC. Die moet je formeel opzeggen op 1 april, voor 1 april. Anders wordt het automatisch verlengd. Dat is gebeurd door NEC. Die heeft gesproken met de spelers van, nou, jullie krijgen een brief thuis. Dat is gebeurd onder andere met Joep van der Sluis. Het is met Matthias de Wolf gebeurd. Nou, die hebben een heel seizoen hier al niet gezien. Logisch dat dat contract dan niet wordt verlengd. Sanjes, dat contract wordt niet verlengd. En van Jordi Bruin. Daar hadden ze een optie voor. Nog 2 jaar, maar dat gaan ze niet lichten. Dus Jordi Bruin gaat ook vertrekken na dit seizoen bij NEC. Opmerkelijk in het nieuws was Matthijs Brandehorst. Want die hebben ze wel een aanbieding gedaan. Eerder zei Matthijs voor onze camera's nog dit. Ja, er is één probleem en dat is dat Jasper speelt. Dan moeten we ook gewoon eerlijk zijn aan elkaar. En zolang Jasper blijft, is er voor mij geen toekomst hier. Oké, zou dat betekenen dat Matthijs Brandehorst iets weet? Gaat Sillissen dan misschien na dit seizoen dan toch weg? Of is het beter om gewoon maar een contract op zak te hebben eventueel? Dan gaan andere clubs misschien toch wel wat meer bieden. Ik denk dat daarop gebaseerd is dat Matthijs zegt, nou kom maar met een voorstel. Dan die 3 andere spelers. Nou, we hadden het net al over Ivan Marquez, hè, die foto wie rondging. Eerder zeiden de 3 spelers die volgende week wat moeten laten weten, dit voor mijn camera. How is it going? Yeah, going good. They talk with my manager and then we will see what's going to happen in the few weeks. But you still want to play in NEC? In NEC, yeah. Yeah. En ik heb het hier elke week naar mijn zin. Ik heb het hier ook naar mijn zin met de mensen om me heen. Wat ik al zeg is gewoon mijn club en ik wil graag blijven. Ja. Jouw intentie is in ieder geval om te blijven? Ja, ik denk dat het voor mij sowieso goed is om nog een jaar in de Eredivisie te spelen voordat ik iets anders ga doen. Dus dan is het idee wel. Oké, ze hebben dus alle 3 willen ze graag blijven. Dat hebben ze voor onze camera gezegd. Maar het duurt en het duurt en het duurt en het duurt zo lang. Volgende week moeten we daar meer over weten. Want dan moeten ze in ieder geval bij NEC hebben aangegeven wat zij komend seizoen gaan doen. En dan zondag. Bijzondere eredivisie. Die wordt hier gespeeld. Het is een toernooi wat door het hele land heen gaat. We hebben er al eerder al aandacht aan besteed. Job Wepping legt even uit wat de bijzondere eredivisie is. En wat hier zondag gaat gebeuren. Nou, we hebben hier zondag de speeldag van onze bijzondere eredivisie. Dus eigenlijk kinderen tussen de 10 en 20 jaar, 25 jaar die met een beperking die hier komen voetballen. Ja, we hebben nu 3 jaar de bijzondere eredivisie en we zijn dit jaar ook gestart met de Special Champions League. Dus we zijn ook de Champions League gaan spelen dit jaar in Lissabon. En voor de rest spelen ze eredivisie gedurende het jaar zowel tegen de Heerenveen, Cambuur, Emmen. En die komen zondag ook hierheen en we spelen daar ook gedurende het jaar komen we daar ook op het complex. Nou is natuurlijk bij de bijzondere eredivisie misschien wel het meedoen en plezier belangrijk. Maar hoe goed zijn ze eigenlijk? Nou, als je zo kijkt, ook terugkijken naar Lissabon, dan zijn we eigenlijk wel hartstikke goed. En dan winnen we ook veel wedstrijden. Alleen is het winnen staat daar niet bij echt centraal. Het gaat echt om het plezier met het voetballen met elkaar en de sportiviteit daarbij. Dus winnen is een onderdeel voor de spelers, maar niet de essentie van zo'n speeldag. Nou, mochten jullie tijd hebben, zondag om 11 uur hier op de Eendracht bij NEC komt de bijzondere eredivisie van ons in actie. En ze hebben alle support nodig om hier een topdag van te maken. En dit was hem dan weer, de NEC-update voor deze week. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Volg me even op Twitter.
dan hou ik je op de hoogte van het laatste nieuws daar. En wij zijn de volgende week natuurlijk weer met een nieuwe NEC-update. Hopelijk nieuws dan over die drie spelers. En dan de voorbeschouwing op de wedstrijd tegen PSV hier in het Goffertstadion op 1 april. Het is geen grap, zaterdagavond wordt er dan hier gespeeld tegen PSV. Wij zijn er dan weer. Graag tot dan.